Hey, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video van Bomen Vermogen, waarin we gaan kijken welke bedrijven met de kwartaalcijfers komen deze week. Ik heb ze weer allemaal bekeken voor jullie, dus in deze video ga ik jullie vertellen welke interessant zijn, welke ook niet, zodat jullie al een eerste filter overheen hebben, zeg maar, zodat jullie niet alle bedrijven hoeven te onderzoeken. Er komen heel veel interessante bedrijven. We beginnen op maandag na de beurs. Voor de beurs hebben we niets, omdat er een bank holiday is vandaag. Dus dan is de beurs gesloten. Als we dan kijken naar after the close, dus nadat de beurs gesloten is, of die is dus eigenlijk niet gesloten, maar goed. Als we dus als het eerste bedrijf daarna kijken, dan zien we Williams staan. Dat is een bedrijf uit de energy sector. Ziet er best interessant uit, is een dividendaandeel, bijna 6% yield. Dividend groeit ook al 5 jaar. Ja, liefst zie ik toch wel boven de 10 jaar eigenlijk. Maar ja, het ziet er dus al best interessant uit. Het enige wat minder is bij het bedrijf is de payout ratio. Die zit op de 103% momenteel. Dus dat zal je wel even moeten bekijken. Maar qua verdere scores ziet het bedrijf er heel interessant uit. Helix, wederom energy sector. QuantScore geeft ook een strong buy aan bij dit bedrijf. Het is dan geen dividendaandeel, dat dan weer niet. Bij dit bedrijf is eigenlijk alleen de valuation, dus de waardering, wat slechter. Dus je zou even moeten kijken, oké, wat is de intrinsieke waarde van het bedrijf? En als je kijkt naar de toekomstige groei, wat is dan een redelijke prijs die ik nu ongeveer moet betalen daarvoor? Nou, de rest op maandag is eigenlijk allemaal minder interessant. Zitten er een paar bij die wellicht nog wel prima of gemiddeld zijn. Maar ja, dan denk ik sowieso dat er wel betere alternatieven zijn dan die gemiddelde bedrijven. Nou, als we dan naar de dinsdag gaan, zie je meteen een hele bekende, namelijk Walmart. Nou, als we die op Seeking Alpha gaan bekijken, wil ik eerst nog even iets anders melden trouwens. Seeking Alpha heeft op dit moment een deal voor premium abonnement. Dat is eigenlijk wat je hier ziet. Nou, wat kun je dan? Dan zie je al die factor grades. Kun je ongelimiteerd analyses lezen. Want normaal is dat volgens mij max 10 analyses per maand. En die korting is dus dat je een jaarlijks abonnement krijgt voor in totaal $99 ten opzichte van $239. Dus dat is een korting van maar liefst 59%. En dat is €7,70 per maand ongeveer. Dus dat, ja, per maand. Dat is echt geen geld in mijn ogen. En daarnaast mag je die deal of Seeking Alpha Premium mag je de eerste 7 dagen gratis proberen. Nou, als je dat wil, kijk even in de link van, in de beschrijving van deze video. Die deal kun je alleen via de link van mij gebruiken, omdat ik een samenwerking heb met Seeking Alpha. Nou, dus bekijk dat even als je dat interessant vindt. Is zeker een hele mooie korting. Ik heb zelf volgens mij nog meer betaald dan dat. Dus ja, zeker wel aan te raden. Zoals jullie in mijn video's zien, gebruik ik altijd zelf Seeking Alpha voor al mijn analyses. Dus ja, kijk daar gerust even naar. €7,70 per maand, dat is echt geen geld in mijn ogen. Maar goed, als we kijken naar Walmart, wat zien we dan? De groei is eigenlijk wat minder. Valuation. Nou, kijken we naar de groei, wat zien we dan? Revenue growth year over year. Nou, dat was maar een kleine 5%. Gemiddelde van de sector 12%. En afgelopen 5 jaar was het een kleine 4%. Ja, dan zie je ook nog terug. Levered free cash flow min 70. Operating cash flow groei min 6 bijna. De afgelopen 10 jaar zat ze op een omzetgroei van gemiddeld 2,6%. Dat is ook niet al te best. Kijk dan ook nog naar het dividend. Ja, kijk, dat is dan wel heel mooi. Het is bijna een dividend king met 50 jaar groei. Die groei is wel niet meer zo hard, maar dat is wel normaal als je zo lang je dividend verhoogt. Payout ratio is ook nog heel mooi, is aan de lage kant. Dividend yield is wel wat aan de lage kant in mijn ogen, dus ja, Walmart, ik denk, het is een beetje een bedrijf zoals Coca-Cola. Je kunt er eigenlijk niet heel veel verkeerd aan doen. Het is gewoon een stabiel bedrijf van ieders portfolio. Ik zelf ga liever altijd wat voor een dividendaandeel met een hogere yield. Of als het geen dividendaandeel is, dan liever een aandeel die
een hogere groei heeft of een hogere verwachte groei. Dus dat je echt koerswinst kunt gaan maken. Dus of ik wil een hoog maandelijks inkomen of ieder kwartaal, maar is maar net hoe ze dividend uitkeren. Of ik wil echt rekenen dat ik daar toch wel grote kansen zit dat ik daar wat koerswinsten mee ga maken. Dus dat die prijs nog wel flink omhoog gaat de komende jaren. Maar goed, zoals gezegd, je kunt er eigenlijk niet heel veel verkeerd aan doen aan het aandeel. Dan die Home Depot, is ook een bekende. Laten we die ook even bekijken. Zien we eigenlijk hetzelfde terug. Nou, volgens mij is dit ook een bedrijf die al heel lang een dividend ophoogt. Nou, 13 jaar valt nog mee. De dividendgroei is wel mooi aan de hoge kant. Yield is ook al wat beter, nog steeds wel laag. Ik zie die het liefst boven de 3%. Nou, zien we eigenlijk weer valuation en growth. Nou, growth hoeft, zoals altijd gezegd in mijn eerdere video's, niet erg te zijn. Zeker niet bij dividendaandelen die natuurlijk een deel van de cashflow uitkeren aan de dividendhouders, aan de aandeelhouders. Dus dan is het logisch dat de groei wat minder hard gaat, omdat je dat geld niet terug in het bedrijf en het dus in de groei steekt. Valuation zit wel wat aan de hoge kant. Nou, we zien nog een hoge PE. EV to sales, die zit wat aan de hoge kant. Price to book, price to sales, price to cash flow. Dus dat zijn echt allemaal dingen die je in de gaten moet houden. Ja, als ik dit zo zie, zou het niet mijn eerste keus zijn. Medtronic is niet zo interessant, BioCryst ook niet. Dan zien we Trinity Industries, dat is een industrial, scoort alleen wat slechter op profitability, dus op de winstgevendheid. Dus bij dit bedrijf is zeker interessant, maar bekijk dan even dingen als bijvoorbeeld profit margins, net income, ook de cashflow, etc. En vergelijk het ook even met de peers, dus de concurrenten in dezelfde sector. Dan zien we tech, dat is er eentje uit de materials. Seeking Alpha geeft een strong boy aan, dus scoort echt enorm goed op alle vlakken. Ik ken het bedrijf zelf nog niet, dus ik ga deze zelf verder onderzoeken, omdat ik zelf ook nog geen bedrijf bezit in de materials sector. Dus ik ga hier zeker verder naar kijken en wellicht kom ik daar nog even op terug in een andere video. De rest voor de dinsdag is minder interessant, dus laten we kijken naar de dinsdag, maar dan nadat de beurs is gesloten. Zie je als eerste Coinbase. Is een bekend crypto platform. Nou, als ik dit al zie, dan ga ik daar überhaupt al verder niet naar kijken. Sowieso bij het begin dat het bedrijf opkwam, investeerde ik sowieso al niet in dit bedrijf, omdat ik zelf ook nog wel aardig wat aan crypto's bezit. Ja, dan is het in mijn ogen wat onlogisch om ook nog als je een aandeel koopt, dat dan een aandeel is die zich goed met crypto bezighoudt. Dan kies ik liever zelf gewoon mijn crypto's en projecten uit. En als ik me dan op aandelen richt, dan ook gewoon aandelen met bedrijven die zich niet met crypto bezighouden. Dan zien we, even kijken, Palo Alto is een techbedrijf, ook een hele interessante. Scoort alleen wat slechter op valuation, dus op waardering. Dus kijken we even de dingen die ik eerder benoemde. Price to book, price to sales, etc. Dan is de rest eigenlijk allemaal minder interessant. De eerste die wat interessanter is, is deze. Dat is Chesapeake Energy. Chesapeake Energy is een dividendaandeel. Scoort alleen slechter op momentum en revisions. Nou, momentum is dus eigenlijk hoe de prijs, dus hoe de koers zich ontwikkelt de afgelopen 3 maanden, afgelopen jaar ten opzichte van de peers, dus de concurrenten. Hoeft niet heel erg te zijn in mijn ogen. Maar ja, er wordt dus wel meegenomen in de score op Seeking Alpha en de earnings revisions. Ja, dat is dus de earnings. Ja, dit wordt altijd natuurlijk een estimation gedaan, dus wat is de verwachte earnings per share. Ja, wat zien we dus, dat het bedrijf daar vaak
toch wel op bijstelt. Dus ja, dat moet je zeker wel even bekijken hoe dat is. Dat het niet altijd te rooskleurig wordt geschetst voor dat bedrijf. Als we dan verder kijken, deze zijn niet interessant, de volgende wel. Realty Income. Alle dividendinvesteerders die kennen dit bedrijf wel. Is ook echt een bedrijf die ik zelf ook nog wil in mijn portfolio. Ik bezit mezelf dus nog niet. Je ziet gewoon, koers groeit heel gestaag. Is gewoon echt een heel mooi dividendaandeel met bijna 5% yield. Mooie bij dit bedrijf is dat ze ook maandelijks dividend uitkeren. Ja, en de valuation, dus de waardering, is ook waarom ik het bedrijf nog niet bezit. Ja, ik wil natuurlijk niet te veel betalen. Maar ja, hij staat dus echt wel op mijn watchlist. En ik wil zeker dit aandeel een keer in mijn portfolio hebben. Dus mocht je die een keer kopen, dan horen jullie dat zeker. Nou, hebben we de dinsdag gehad. Kijken we naar de woensdag, zien we meteen weer een hele mooie. Namelijk Baidu. Baidu staat op een buy momenteel. Je ziet dat die echt heel goed is qua winstgevendheid. Momentum ook. Dus de koers heeft zich goed ontwikkeld de laatste tijd. Ja, dat zie je ook al meteen terug hier. Valuation en growth die scoren gemiddeld. Dus die kunnen wel wat beter. Nou, kijk je naar de industrie waar ze in zitten. Interactive Media and Services. Staan ze op de zesde plek van de 61. Nou, het enige wat er boven komt is Alphabet en de andere drie ken ik niet. Wil trouwens niet zeggen dat alleen de top 10 bijvoorbeeld interessant is, hè. Kan ook zijn dat je een eentje hebt die op 30 staat, die ook nog zeer interessant is. Ligt er natuurlijk aan, ja, hoe goed ken jij het bedrijf? Misschien weet je wel dingen over de ontwikkeling van het bedrijf. Dus nu is die score misschien slecht. Maar op basis van de ontwikkelingen die gaande zijn, kan het een zeer interessant bedrijf en dus investering zijn voor de komende 5 of 10 jaar. Dus ja, kijk je daar niet op. Je moet natuurlijk weten waar het bedrijf zich mee bezighoudt. En op basis daarvan moet je ook je beslissingen gaan maken. En niet alleen op basis van de scores die het bedrijf en aandeel dus nu krijgt. Dan zien we eigenlijk als eerste interessante weer TEX. TEX is er eentje in de Consumer Discretionary. Scoort alleen wat slechter op valuation. Is ook een dividendaandeel. Maar bekijk dus weer even de waardering van dat bedrijf. Dan weer een hele bekende die ik wel even hier wil bekijken. Nou, we staan momenteel op hold. Valuation is wat slecht. Terwijl de koers toch wel echt heel laag staat voor het aandeel. Groei is wel prima. De rest allemaal gemiddeld. Nou, wat geven Seeking Alpha-auteurs aan? Strong sell, hold, buy. Zijn de meningen dus wat over verdeeld? Wall Street komt gemiddeld op een buy uit. En Wall Street, sorry, Seeking Alpha-auteurs daarom op een hold. Ja, dus dit zou in eerste instantie ook al niet een aandeel zijn die ik, waar ik heel veel tijd in zou gaan steken om dat verder te onderzoeken. Maar goed, het kan dus zijn dat jullie meer van het bedrijf weten en dus al weten van, oh, dat kan op de lage koers van nu zeker een interessante investering zijn. De woensdag hier in het rijtje is minder interessant. Dus als we kijken nadat de beurs is gesloten op de woensdag, zien we wel meteen weer een hele mooie. Dat is namelijk Nvidia. Nou, Nvidia die krijgt momenteel QuantScore hold, vooral op basis van de valuation. Nou, de koers is weer echt enorm gestegen afgelopen maanden. Kijken we naar de industrie, dus de semiconductor-industrie, 22 van de 68. Nou, valuation, PE, non-GAAP, 56, hoge kant inderdaad. Ja, alles zit wel echt aan de hele hoge kant. Maar ja, dat is op basis van valuation. Dat hoeft niet per se erg te zijn. Bij bedrijven die enorm hard groeien is het ook logischer dat bijvoorbeeld een PE-ratio hoger ligt dan bij een bedrijf die al uitgegroeid is, zoals Coca-Cola. Dus ja, neem dat altijd wel even mee. Dus zoals ik eerder zei, die scores pin je daar niet op vast. Ga niet denken van, oh, die score is slecht, dus ik koop dan niet.
als je altijd verder onderzoek doet, kan er zeker wat interessants uitkomen. Zeker bij bekende bedrijven als dit. Want als ik ja, wat onderbekendere bedrijven zie of hele kleine bedrijven, dan onderzoek ik ze toch al niet zo snel verder. Maar ja, bij een bedrijf als Nvidia kun je dat zeker wel doen. En ja, bij zo'n bedrijf die nog wel aardig wat kan groeien, is dus zoals gezegd een hoge PI of wat dan ook vaak wat minder erg. Lucid, ook een hele bekende, ben ik zelf geen fan van. Ik ken ook weinig, eigenlijk niet veel van het bedrijf. Dus kan misschien op basis van de informatie die jullie hebben wel interessant zijn. Voor mij in ieder geval nog niet. De eerste volgende interessante is Etsy. Maak er zelf ook gebruik van voor mijn dividend aandelenoverzicht en mijn dividend dashboard. Of mijn aandelen dashboard moet ik zeggen. Die verkoop ik daarvoor een kleine vergoeding. Nou, wat zien we hier? Quantscorp, hold, valuation en growth. Dus de groei wat minder en de waardering wat aan de hoge kant. Koers zit denk ik op een vrij mooi level bij dit aandeel. Wat zien we dan qua groei? Year over year revenue 11%. EPS. Nou, dan wil ik even kijken. Wat zien we hier terug? Nou, eigenlijk allemaal beter dan verwacht afgelopen kwartalen. Dus wel heel benieuwd hoe dat nu gaat zijn. En dan zie je weer een lichte daling in de opvolgende kwartalen van 2023. Ja, waarom zagen we die EPS dalen? Je ziet hier ook weer die trend. Dus vierde kwartaal is altijd wat beter bij een bedrijf als dit. Nou, dat zal waarschijnlijk, denk ik, komen in de kerstperiode, et cetera, dat er dan meer wordt verkocht na aanloop van kerst. Zal vast daarmee te maken hebben, denk ik. Maar inhoudelijk ken ik het bedrijf ook niet zo heel goed. De volgende eerste interessante is eigenlijk pas eBay. De rest vind ik niet zo heel interessant. Dus als we eBay bekijken. Zien we hier een hold. Wederom valuation and growth. Nou, dividend, daar moet je het bedrijf niet voor nemen zoals je ziet. Dat ziet er gewoon slecht uit. Heel lage yield. Groeit pas 3 jaar, dus ja, dat dividend is niet betrouwbaar. Het kan natuurlijk wel heel interessant zijn om te kopen als dividend groeiaandeel. Want wat je ziet is dat het dividend hoeft nu niet goed te zijn, maar dat kan zeker wel meegroeien in de komende jaren. Vaak kondigt het bedrijf dat ook wel aan als ze meer van de cashflow aan dividend uit willen gaan keren. Ik weet het zelf niet. Ik heb me nooit zo heel erg verdiept in eBay. Maar dat wil ik dus ook even benoemen. Als de dividend scores er slecht uitzien, wil niet betekenen dat het voor de toekomst zo slecht moet blijven. Kijken we naar de volgende. Dat is op de donderdag. Nou, dan zien we Alibaba. Bezit ik zelf ook. Seeking Alpha auteurs zijn er positief over. Wall Street nog positiever zoals je ziet. Alleen de groei is wat slechter bij het bedrijf. Valuation is gemiddeld. Nou, wat zien we dan qua groei? Ja, die is natuurlijk inderdaad wat minder geweest. Ook ten opzichte van het gemiddelde van de sector. Kijken we hier. Ja, dan zien we ook. Driejaarlijks gemiddelde was 25%, vijfjaarlijks 35%. Dus ja, die groei is echt omlaag gegaan. Nou, dat zie je dan bijvoorbeeld ook alweer terug bij de financials. Bij de revenue kunnen we bijvoorbeeld ook, dat is ook het mooie, op percentage zetten. Of year over year growth. Nou, wat zie je dan? Ja, je zag echt hele hoge percentages. En die zijn toch wel aardig laag geworden. Vanaf 2019 was het nog maar 12% year over year. Toen wel iets hogere jaarstijgingen. Alleen 2022 zien we weer een flinke daling. 9%. Dus van bijna 40% naar 9%. Als je dat in absolute getallen bekijkt.
Nou, zie je hier revenue van 109, bijna 110 miljard. 2022 134 miljard. Maar als we kijken dan naar gross profit van 45 naar 49. Operating income, die is dus gedaald zoals je ziet. Wil ik net inkomen bekijken, ja, zie je. Dan gaat het van 23 miljard naar, laat zeggen, 10 miljard. Dus ja, dan moet je echt kijken waar ligt dat aan. Je ziet hier bijvoorbeeld al terug, net interest expenses, die was 10 miljard en nu min 1 miljard bijna. Dus op die manier kun je een bedrijf als dit verder onderzoeken. Je kunt de dus de kwartaalcijfers, de rapporten van hun lezen. Die vind je ook altijd hier terug. Dat is het mooie. Je hoeft niet meer naar een website van iemand van een bedrijf te gaan. Je gaat gewoon hier naartoe. En dan zie je hier straks de earnings staan, een linkje daar naartoe. Dus bijvoorbeeld als ik de vorige pak, tweede kwartaal. Nou, zie je dit terug, het hele artikel. Uiteindelijk kun je ook hier naar de presentatie gaan. En die kun je hier dan openen of al doorheen gaan. Je kunt hem als PDF downloaden. Dus dat is mooi van Seeking Alpha. Je hebt echt alleen maar deze site nodig. Vanuit hier staan er echt linkjes naar alle andere sites die je nodig hebt. Maar goed, Alibaba is zeker nog wel een interessant aandeel. Koers is wel heel hard gestegen dus de laatste tijd. Maar ja, het ligt er ook aan of je wilt beleggen in de Chinese economie. Omdat je natuurlijk daar ook wel dingen hebt met de overheid, wat het minder betrouwbaar maakt, et cetera. Kijken we verder. Moderna. Ik moet zeggen, Moderna, Pfizer. Ik heb weinig met die industrie, nooit echt in verdiept. Dus ja, de scores zagen er ook niet super uit van dit bedrijf. Maar goed, om daarbij te. Nou, dan volgende is Moderna. Ik moet zeggen, die scores zagen er niet heel best uit. Maar als we kijken naar die industrie, dus bedrijven als Moderna, Pfizer. Ik heb me daar nooit echt in verdiept. Ligt niet mijn interesse ook. Dus ja, dan als je een bedrijf sowieso al niet kent, dan moet je er sowieso niet in beleggen. De volgende, Domino's Pizza. Ook niet zo interessant. Die scores zagen er ook niet al te best uit. De volgende interessante is eigenlijk dan Planet Fitness. Nou, ik ken het bedrijf nog niet, maar het scoort heel goed, moet ik zeggen. Alleen dus minder op valuation. Dus check bij dit bedrijf even. PE, wat zoals eerder gezegd niet per se erg hoeft te zijn als die hoog is. Dus check het even ook. En vergelijk het even met de concurrenten. En daarnaast allerlei ratios zoals price to sales, price to book, etc. Dan weer eentje uit mijn portfolio. Medical Properties Trust. Is gewoon een heel mooi hoog dividendaandeel. Yield zit op 9% momenteel. Ja, je ziet ook, scores is gewoon heel goed. Momentum wat slechter. Ja, die maakt zoals eerder gezegd mij wat minder uit. Revisions ook niet altijd. Ja, in mijn ogen, als je ook ziet voor de koers. Waar die nu tegen te verkrijgen is. Gewoon een heel mooi dividendaandeel. Zeker om dus een inkomstenstroom mee op te bouwen. Ik zit er zelfs aan te denken om nog meer van dit aandeel te kopen, omdat mijn positie nog niet super groot is. En ja, dit toch wel een van mijn meest favoriete hoogdividendaandelen is. Nou, de eerste volgende interessante is Bath Body Works. Zit in de consumer discretionary, scoort eigenlijk alleen minder op valuation. Dus zoals eerder gezegd weer, de dingen die je moet bekijken, de APE, price to sales, price to book, etc. Kijken we naar dat, de beurs is gesloten op de donderdag.
Ja, wat zien we dan als eerste interessante boeking? Die wil ik ook wel even hier bekijken. Je ziet, scoort enorm goed op groei en winstgevendheid. Valuation is dus weer wat minder. Ja, de prijs zit rond een all-time high. Dus bekijk dit bedrijf even wat je als intrinsieke waarde hebt voor het bedrijf waar je op uitkomt met jouw berekeningen. Op basis van de schattingen die het doet voor de toekomst. En dan kan het zeker een hele mooie investering zijn. Warner Bros. Discovery, ook een hele bekende. Alles staat hier op een buy, scoort eigenlijk alleen iets slechter, maar nog steeds wel gemiddeld op groei. Revisions, die is ook gemiddeld. Nou, wat zien we dan? In de industrie staat hij zelfs plek 4 van de 35, dus dat is vaak ook wel een goed teken. Je ziet alleen Tencent erboven staan, de andere twee ken ik niet. Kijk je dan naar de groei. Nou, revenue nog steeds enorm goed, zoals je ziet, revenue groei. Scoort alleen wat minder op de EBIT growth, min 26%. En dat haalt die score eigenlijk omlaag naar een gemiddelde van C. Nou, dan zie je ook weer operation income, EPS. Dus bij dit bedrijf moet je zulke dingen dan wel even verder bekijken wat je hier bij de financials kunt doen. Nou, je ziet dus operating income. De hele tijd ongeveer hetzelfde gebleven en nu staat hij op de trailing 12 months op min 1,1. Nou, waarom is dat dan? Ja, dat moet je dus zo eigenlijk weer stap voor stap gaan bekijken. Je ziet hier dus earnings from continuing operations. Ja, die is dus ook enorm hard omlaag gaan. Ja, hier zie je dus eigenlijk al waardoor dat komt. EBIT including unusual items. Dus ja, dan moet je gaan kijken. En dat zal waarschijnlijk in de kwartaalcijfers zijn. Dan zullen ze het vast wel melden. Waarom die zo op zo slechte score, of ik moet zeggen, zoveel in de min staat. Waarom die kosten zo hoog zijn voor die unusual items. Dat kun je hier eigenlijk niet uithalen. Dus dat zou je dan verder moeten onderzoeken. En als het gewoon een hele logische reden heeft, dan hoeft dat dus helemaal niet erg te zijn. Maar dan weet je dus wel waar het aan ligt. En dat waarschijnlijk het jaar erop, dus 2023, dat gewoon weer een positief getal zal zijn zoals voorgaande jaren. Dus ja, dat zijn eigenlijk allemaal dingetjes die je zo stap voor stap kunt onderzoeken hier op een platform als Seeking Alpha. Kijken we naar de volgende. De rest, ja, we zien er wel een aantal hele bekende bij staan, zoals Beyond Meat, Rich, Intuit, maar Farfetch ook. Eigenlijk allemaal wel bekende bedrijven, maar ja, ze zijn niet zo interessant hoor. Ik heb ze allemaal even bekeken en ja, ik word er zo in eerste instantie niet heel vrolijk van. Ook op de vrijdag, deze hele lijst, zijn er eigenlijk maar twee interessante in dat hele rijtje. De eerste is HF Sinclair, die staat op een strong buy, dus dat zou je zeker eens kunnen bekijken, dat bedrijf. En de tweede is Barings, die staat wel op een hold, maar dat komt voornamelijk door de momentum. Ja, zoals eerder gezegd, hoeft dat niet zo heel erg te zijn dat de momentum wat slecht scoort. Want dat is eigenlijk alleen de prijsontwikkeling van de afgelopen paar maanden tot een jaar volgens mij. Ja, dus daar hecht ik niet altijd al te veel waarde aan. Nou, dat zijn dus weer alle bedrijven voor deze week. Hopelijk heb je er wat aan gehad. Mocht jij Seeking Alpha willen, check dus even die deal. Hè. Ik weet niet hoe lang die nog loopt. Ik ben geïnformeerd dat die geldig is voor aankomende weken. Maar of dat nou 2 of 3 weken is of 5 of 6 weken, dat weet ik niet. Dat heb ik niet doorgekregen. Maar voor, wat was het, €7,70 per maand heb je dus Seeking Alpha Premium. Ja, dat is 1 of 2 Starbucks koffie en dan ben je het geld ook kwijt. Of je gaat een keer niet lunchen en dan heb je dus een maand lang Seeking Alpha Premium, wat dus echt een hele mooie deal is. Dus bekijk dat even als je daar geïnteresseerd in bent. En dan wil ik jullie verder bedanken voor het bekijken weer van deze video. En dan zie ik jullie graag terug in de volgende video.
Ciao.